Wat we hier gaan zien is een typische voorbeeld van veel spelers. Hier is sprake van, zoals wij dat heel mooi noemen, tekortsluiting. Zodra we moeten gaan putten, vanaf een meter of 10, komen er een keer hele rare rituelen naar boven. Gaan we die bal schoon likken, gaan we het lijntje recht neerleggen, gaan we kijken naar de windrichting, zonrichting, luchtdruk, weet ik het allemaal wat. Er komen 20 oefenslagen bij kijken, we gaan nog even een halve minuut boven die bal hangen. Dat zijn allemaal dingen waar we niet beter van gaan putten, daar raken we alleen maar een beetje gestrest en vast van. En juist bij putten willen we lekker ontspannen zijn, zodat het balgevoel het werk voor ons kan gaan doen. Ik zal jullie een mooi voorbeeld geven hoe wij dat zouden aanpakken. Ten eerste, laten die vlag lekker erin staan. Dat zijn vanaf 2019 toch de nieuwe regels. Dus die mag er van mij in blijven. Die eerste put, dat is eigenlijk de meest makkelijke. Niet te lang over nadenken, één keertje kijken. Klaarstaan en spelen. Dan zie je dat ik eigenlijk op dezelfde plek uitkom als mijn voorbeeld van daarnet. Ja, prima. Lekker nonchalant staan en spelen. Veel relaxter. Als ik deze had gemist, was dat niet erg geweest, had ik hem daarna erin kunnen tikken. En dan was hij nooit verder gekomen dan hier. En dat is precies de manier waarop wij altijd 3 puts maken. Of minder. Soms 2, soms zelfs 1. Maar nooit meer dan dat. En het is lekker ontspannen en relaxed. En dat zorgt er ook voor dat we veel meer plezier beleven aan het spelletje. Ons bericht aan jullie zou zijn, doe ons na, ga genieten van het spelletje, zorg dat het weer leuk wordt. En doe vooral normaal. Wij zeggen ook wel eens, golfen doen we met 2 handen op de grip en met beide benen op de grond. Houd het simpel en blijf gewoon normaal doen.